We gaan vandaag de eerste steen van onze nieuwe fabriek en kantoren leggen. En dat is niet alleen een feestelijk moment. Het is ook een heel mooi moment om weer even stil te staan bij waar staan we nu, waar gaan we naartoe. We gaan een compleet nieuwe fabriek maken waar we absoluut de fabriek van de toekomst bouwen. Deze fabriek zit in de top 3 van duurzaamheidsfabrieken in Nederland. We hebben net het BREEAM certificaat uitmuntend binnengehaald. En die duurzaamheid en die betekenis voor de wereld gaan we hiermee uitrollen over de hele wereld. En dit moet niet een fabriek worden, dit wordt één grote experience. We hebben passie voor veilig voedsel. En dat doen we samen met mensen met een mogelijkheid. Trots, trots en nog eens trots. En mede namens de gemeente laten we hier een groot succes van maken. Dankjewel. Dankjewel. Dit is echt een teken dat Agrifac vol gas gaat en de wereld verder gaat veroveren. En onze klanten wereldwijd laten genieten van mooie, innovatieve technologieën. Because in 2012 they joined the group. It was a 30 million euro business. And today, a few years after, it's already a 60 million euro business. So we invested in Agrifac because we believe that they really are challenging the status quo. They are giving good offers to the customer, the farmers, and they also have a good marketing view in the long term. De wereldbevolking groeit en de komende decennia zal de voedselproductie minimaal verdubbeld moeten worden om alle mensen op deze wereld te voeden. En daar hebben we precisielandbouw voor nodig. En ja, dit soort bedrijven zie ik als voorbeeld, niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. Want ik denk dat Nederland koploper is. Ik denk het niet, ik weet het zeker. Nederland is koploper. Wij moeten die kennis en die expertise ook over de wereld verspreiden. Dus ik wens jullie heel erg veel succes met deze ontwikkelingen. En ik kijk uit naar de nieuwe producten. Heel veel succes. Dank u wel. Wij willen iets bouwen wat over 100 jaar nog mooier is. We willen een visitekaartje afgeven voor de volgende generatie. I hope it will be a very good tool for the group and also for Agrifac to grow bigger and to supply machines all around the world. We blijven als basis de machines technologieën maken, zodat we de groei van planten zo optimaal mogelijk kunnen doen. Met duidelijke duurzaamheid in het oog houden, zodat we zo minimaal mogelijk middelen nodig hebben om het zo gezond mogelijk te maken. Zodat iedereen een gezond, lekker en voedzaam stukje eten op zijn bord heeft.